Simon. Kaya. My name's Kaya. Today we hike right near Camp Hector. Zo, goedemorgen allemaal. En welkom bij de eerste video vanuit Zwitserland, zoals beloofd. We zijn nu onderweg naar de gym. Banaantje als ontbijt. Nou, even station. Daar. Wacht even. Nee, dus we gaan even sporten. En dan pas om 3 uur school. Dus dan kom ik weer bij jullie terug. Daar zijn we weer. We hebben net gesport. Het was toch iets verder lopen dan we dachten. Dus echt 25 minuten lopen naar huis. Gezellig. Nice. Heel gezellig. Het is best wel warm hier en ik loop in mijn lange broek. Niet heel fijn. Maar goed, ja, zo thuis eten, douchen, eten. En dan naar school. Wordt vervolgd. We zijn net een paar uurtjes naar school geweest. Een beetje uitleg gekregen over ja, de IT-dingen en zo. Toen nog van ESN, dus dat zijn we die Erasmus-organisatie. Kreeg daar een presentatie over. En er is straks een city stroll, maar ja, Lynn en ik hebben er eigenlijk niet zo veel zin in. Dus we hebben eentje gehaald. En we gaan even boodschappen doen. En dan avondeten en chillen. Dus dat was vandaag eigenlijk alweer. Ik ben vergeten te filmen op school. Dus ik zal proberen om dat morgen niet te vergeten, zodat jullie de school een keer kunnen zien. Ja, dat was het. De groeten. Goedemorgen allemaal. Koffietje erbij. We lopen nu naar school. Het is echt nog best wel vroeg. Hoe laat is het, jongens? 8:45 ongeveer. We hebben straks 3 uur les over Zwitserse cultuur. Ja. Over Zwitserse cultuur. En daarna gaan we eindelijk de vakken kiezen. Dus dat is wel leuk. En daarna eigenlijk nog geen plannen. Dus ik ga jullie weer meenemen vandaag. Ik zal zo ook even de school laten zien. Oké, jongens, dit gebouw is dus onze school. Hier daarachter ook, die rode met die punt. En ja, dit is eigenlijk van Management and Law. Dus dit is onze studierichting, onze faculteit. Dankjewel, Lita. En je hebt, hier heb je het station ongeveer. Het is best wel centraal gelegen. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien aan het bordje is het onze school. Let's go. Ik kan de deur niet open houden. We hebben nu even pauze, want we zijn hier dus echt zeg maar zo erg van dat ze zeggen ja, we hebben nog 2 minuten. En na 2 minuten is hij ook echt klaar en nu hebben we dus half uurtje pauze. En dan beginnen we ook echt meteen weer, dus dat is wel chill. Oké, hallo allemaal. Daar zijn we weer. School is klaar. We hebben met het beetje race tegen de klok. Jezus, race tegen de klok. Een beetje stress gehad met het inschrijven, want het begon zeg maar om 12:30 ging het open. En dan moest je eigenlijk zo snel mogelijk voor al je vakken inschrijven voordat ze vol zaten. Het is gelukkig gelukt. De rooster ziet er best oké uit. Vrijdag lekker vrij. En het vroegste wat ik begin is 10 uur, dus dat is top. We gaan nu even boodschappen doen, chillen, lunchen. En verder eigenlijk geen idee. Dus, dat was het. Zo, goeie avond allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Het is nu, wat time is het? Right now is 12 a.m. Oké, het is nu 12 uur 's nachts. We zijn nu op een soort, ja, gewoon feestje in één keuken met z'n allen eigenlijk. Feestje! Alle leuke mensen, dat was Linda die erheen schreeuwde. Dit is Amit. Amit, please introduce yourself to my friends. Hi, my name is Amit. I don't speak Dutch, but maybe next life. Just say gezellig, please. Gezellig, please. Gezellig. Gezellig. Oh, wow, wow. Gezellig. I'm not drunk at all. See, I... Gezellig. Gezellig. Very good. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. We zijn even boodschappen aan het doen. Zoals je ziet, mijn make-up niet gedaan. We gaan met z'n drieën eten. Lekker wraps met zalm. Zalm is hier best goed betaalbaar eigenlijk. Gewoon een beetje zoals in Nederland.
En we hebben vanavond een feestje, dus we hebben straks eerst chillen op dakterras en dan daarna naar de stad. Dus het wordt wel een leuke avond. Goedemiddag, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe video. Zoals je aan mijn kleding kunt zien, ben ik weer op weg naar de sportschool. Derde keer deze week, dat is chill. Ik hoop dat jullie een beetje horen, want ik loop door de tunnel. Maar het is nu zaterdag, bijna 2:30. Ja, best laat. Maar wat gisteren een feestje, dus het was 5 uur thuis of zo. Maar goed, de sportschool is best wel ver lopen, ongeveer 25 minuten. En normaal ben ik al samen, maar vandaag is het mijn eentje. Dus ik ben benieuwd. Het voordeel is wel dat ik nu gewoon lekker muziek kan luisteren onderweg. Dat is ook wel een keer chill. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. We zijn nu aan het lopen. Kijk, aardig veel trap gehad. We zijn nu bergen aan het beklimmen. Even kijken wat daar te zien is. Maar kijk, je kan het heel wintertuur al zien. Super mooi. Best moe nu. Hallo allemaal. We lopen nu eigenlijk van de berg af. En we weten niet precies waar we naartoe gaan, maar het is wel gezellig. Nou, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet vertellen. Wat? Was dat allemaal weer? Wil je ook wat zeggen, Bert? Ja, ja. Oh. Thank you.